Als je mij 2 jaar had geleden gevraagd van je staat nog eens op de Nokia stand te filmen voor Android World, dan had ik je voor gek verklaard. Maar vandaag is toch die dag gekomen. Naast me staat Mark van de PureViewClub.com. Mark heeft een blog waar hij schrijft over de PureView camera toestellen van Nokia. En jij bent hier ook aanwezig en jij helpt ons een beetje met het verhaal rondom Nokia. Want even heel in het kort, wat is precies het verhaal momenteel rondom Nokia? Nou, in het kort, ja. Het is eigenlijk een onverwachte stap, hoewel het wel gelekt was natuurlijk. Maar het is een onverwachte stap dat Nokia toch na de totale commitment van Microsoft nu met een nieuwe lijn toestellen komt die gebaseerd is op Android. Dat is volgens sommige mensen is dat heel erg verrassend en heel bijzonder. En ja, ik vind het ook wel apart, moet ik zeggen. Wat ligt daar aan te grondslag? Wat willen ze? Daar kan je 1000 dingen op zeggen. Het is mij eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk waarom ze deze weg kiezen. Ik heb het idee dat de hele goedkope toestellijn van Nokia en de instapmodellen van Lumia, van Windows Phone, dat daar een te groot gat tussen zat. Dat je zeg maar die hele goedkope markt, die konden ze bedienen. Ze hebben nu ook de Nokia 220 gelanceerd. Dat is een toestel dat kost €29. Daar kan je toch mee op internet. Dan hebben ze die Asha-serie die redelijk bekend is, ook in Nederland. Dat ging dan tot een euro of het kost een Asha tegenwoordig 120 of zo. Maar daaronder zit nog een groot gat. En dat konden ze niet dichten met Lumia-telefoons. Ja. Ja. Dus ik denk dat ze gewoon nu proberen om zeg maar, dat gat in die markt ook dicht te smeren. Zoals bij Android heb je op ieder prijspunt heb je gewoon een telefoon. Ja. Dat maakt niet uit. Van €40 tot €800. Je kan alle kanten op. Ja. En ik denk dat Nokia nu probeert om dat marktsegment wat ze nog niet konden bedienen op deze manier te bedienen. Ja. Er is ook nog een tweede gerucht of een verklaring of strategie die rondgaat, is dat ze met deze toestellen mensen kennis willen laten maken, verslaafd willen laten maken aan de Microsoft-diensten. Want het is natuurlijk, er draait geen Android Play Store op. Het is allemaal gecentreerd rondom de Microsoft-diensten. En dat als mensen dan gaan overstappen, dan naar een duurdere willen, dan naar een Lumia gaan. Nou, dat klopt denk ik wel. Zelfs bij de presentatie gisteren heeft Steven Elop, van de baas van Nokia, heel nadrukkelijk gezegd dat ze niks te maken hebben met de Google services, maar heel nadrukkelijk naar OneDrive gaan voor je cloud storage en dergelijke. Dus die traffic, dat is duidelijk dat ze nog steeds die commitment hebben aan Microsoft en nu via Android willen proberen. Kijk, als je het ook ziet, dat toestel, het ziet er heel erg uit als Windows Phone. En ik denk dat de gedachte daarachter is van oké, als je eenmaal hier aan gewend bent, maar je wilt toch iets meer mogelijkheden van je smartphone, dat je dan toch de overstap wil maken naar een Lumia. Toch uiteindelijk een echte. Ja, maar het uiterlijk is echt helemaal Windows Phone, hè? Nou, niet helemaal, maar met die tegels, zeg maar, het lijkt er wel ontzettend op. Ja, wat is, jij bent een Nokia-kenner, wat is voor jou het verschil? Wat is het verschil? Het is natuurlijk een totaal ander operating system. De marketplace is anders. Ze hebben een eigen store. Ze hebben een aantal Android stores er ook op. Maar zeg maar de grote Google marketplace, hoe heet die ook alweer? De Google Play Store. De Play Store, die vind je hier niet op. Nee. Dus het lijkt op Android, het lijkt op Windows Phone. Het is echt een nieuw operating system. Ja. Wat interessant daaraan is, een paar jaar geleden heeft een club ex-Nokia-medewerkers zich onafhankelijk gemaakt van Nokia. Die zijn Yola begonnen. Ja. En Yola heeft Selfish als eigen operating system. Ja. Maar omdat ze daar helemaal geen apps voor hebben of te weinig apps, hebben ze Android genomen als markt. Ja. En het gekke is dat Yola nu dezelfde markten gebruikt. Laat ik het anders zeggen, dat Nokia nu dezelfde markten gebruikt als Yola aanvankelijk ook gedaan heeft. Dus wat is daar de grondslag van? Dat Yola dat deed? Ja. Te weinig applicaties. Ja. En ik denk dat in zekere zin hetzelfde geldt voor Nokia nu ze starten met dit nieuwe platform. Dat de overstap van geen Windows meer, maar toch die diensten kunnen bieden. En toch applicaties genoeg hebben. Ja, ik vind het een bijzondere stap. Even terug naar de toestellen, want daar gaat het tenslotte om. We hebben de Nokia X en de Nokia XL. Twee verschillende toestellen. Heel snel even het verschil tussen die twee. Je hebt er zelfs drie. Je hebt de Nokia X, de Nokia X Plus en de Nokia XL. En dat is vooral een kwestie van Nokia
En Nokia X en Nokia X Plus gaat over meer geheugen, uitbreidbaar geheugen. Ja. En de XL is gewoon betere specs, groter display, betere camera. Dus uiteindelijk is dit voor een prijspunt van, nou, ik geloof €109. Daar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee. Is dit de meest interessante optie, denk ik. Maar in Nederland zullen ze waarschijnlijk niet gaan zien, hè? Dat is niet gezegd. Voorlopig niet. Het is eerst voor de emerging markets, zoals Nokia dat zo graag noemt. Ja. Dus de markt die nog te winnen valt, ja. Zeg maar, de volgende miljard bellers. Ja. En de volgende mensen die volgende miljard die mobiel moet worden aangesloten. Ja. Maar of het nooit naar Nederland komt, is niet gezegd. Tot slot. De deal tussen Microsoft en Nokia die is nog niet rond. Dus Microsoft heeft nog niet die invloed op Nokia om te zeggen van stop ermee. Want het is Android, willen we niet. Hoe groot acht jij de kans dat dat wel gaat gebeuren als de deal rond is? Dat dit van de markt gehaald wordt? Ja. Nihil. Ik denk dat dit een hele slimme manier is om mensen naar Windows Phone te krijgen. Mark, dankjewel. Graag gedaan.